Goedenavond, dames en heren. In Wageningen is vanavond herdacht dat daar 36 jaar geleden de bevrijding van Nederland een feit werd, toen in Hotel de Wereld het Duitse leger de definitieve capitulatie tekende. De plechtigheid bestond uit twee onderdelen. Eerst was er een kranslegging bij het bevrijdingsmonument door prins Bernhard. Hij was daarbij vergezeld door prinses Margriet en de heer van Vollenhoven en ook door 44 oud-verzetstrijders. Die oud-verzetstrijders kregen in de aula van de Landbouwhogeschool door de prins het verzetsherdenkingsteken opgespeld. Het verzetsherdenkingskruis is toegekend aan Siebold Adema Groningen. Aan Hilde Berend Schaafhuis Wildhoven. In Amsterdam waren vanmiddag al door koningin Beatrix 44 verzetsherdenkingskruisen uitgereikt. Dat gebeurde in de Nieuwe Kerk. Verzetsherdenkingskruisen zijn toegekend aan de volgende. Inge Bakker, Boschieter, Diever. Wilhelmus Beek, Amsterdam. Vijf mei, bevrijdingsdag, is dit jaar in het algemeen niet uitbundig gevierd, ook al omdat het niet een officiële vrije dag was. Op een aantal plaatsen in ons land is bevrijdingsdag aangegrepen om te protesteren tegen het opkomend fascisme en racisme in de wereld. Zo ook in Enschede. Daar trokken enkele honderden demonstranten door de stad. Met deze tocht werden enerzijds de slachtoffers van Nazi-Duitsland herdacht en de bevrijding, en aan de andere kant werd de solidariteit betuigd met de volken die nu gebukt gaan onder fascistische regimes. De demonstratie eindigde op het Molenplein in Enschede. Daar stonden enkele tientallen kraampjes met informatie over landen waar het volk onderdrukt wordt. De demonstratie en manifestatie waren georganiseerd door het Twentse Antifascisme Comité. Het stoffelijk overschot van de IRA-hongerstaker Bobby Sands, die de afgelopen nacht overleed, is vanavond overgebracht naar zijn huis in Belfast. Hij is daar tijdelijk opgebaard in de voorkamer en zal waarschijnlijk morgen door vrienden worden overgebracht naar de parochiekerk. Op een open stukje grond tegenover het huis hebben onbekenden een monument opgericht van hout. Het stelt een heilige voor en een kruis. In het opschrift staat dat het beeld is opgedragen aan Bobby Sands. Het bericht van morgen vroeg dat Sands was gestorven na een hongerstaking van 66 dagen heeft vandaag niet geleid tot de verwachte heftige onlusten. Er waren wel straatrellen in de katholieke wijken van Belfast. Bobby Sands zal waarschijnlijk donderdag worden begraven met IRA militaire eer. De dood van Bobby Sands was vanavond in Amsterdam aanleiding tot een protesttocht door de binnenstad. Het protest gold de Britse premier Thatcher, die de schuld werd gegeven van Sands dood. Ook was de demonstratie een uiting van steun aan de overige, ook hongerstakende IRA-gevangenen in Noord-Ierland. Er werden leuzen meegedragen als steun de politieke gevangenen en de Britse troepen uit Noord-Ierland. Bij een frontale botsing op een weg tussen Bodegraven en Woerden zijn vanavond vier mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren een echtpaar uit Bodegraven en hun 15-jarige dochter. Hun auto kwam in botsing met een wagen die op de linkerweghelft was geraakt. Eén inzittende van de auto kwam om het leven. Een tweede raakte ernstig gewond. Syrië wil niet praten over de eis van Israël de luchtafweerraketten in Libanon terug te trekken. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Ghadam, heeft de eis belachelijk en ongeschikt voor onderhandelingen genoemd. Dit is een van flinke afstand genomen foto van Syrische raketten. Drie exemplaren op een mobiel onderstel zijn zichtbaar. Syrië betrok deze raket van het type SAM-6 van de Sovjet-Unie en Israël voelt zich daardoor zeer bedreigd.
Zowel Amerika als de Sovjet-Unie sturen nu onderhandelaars naar het Midden-Oosten om de gespannen sfeer tussen Israël en Syrië te bezweren. Syrië zegt dat er in wezen geen rakettenprobleem bestaat, maar alleen het probleem van Israëls agressie. Vanavond vond het televisiedebat plaats tussen de twee Franse presidentskandidaten Giscard d'Estaing en Mitterrand. Beide kandidaten hadden een aantal voorwaarden gesteld die gedeeltelijk werden ingewilligd. Zo waren er de twee door Mitterrand geëiste onafhankelijke journalisten die de discussie leidden. Mitterrand wilde eerst niets van een debat weten. Bij de vorige verkiezingen in 1974 moest hij het in zo'n uitzending duidelijk afleggen tegen Giscard. Daarom nu de journalisten die een eerlijk verloop moesten garanderen. Giscard van zijn kant kreeg de gelegenheid om rechtstreeks in discussie te gaan met zijn tegenstander. De president hoopte dat zijn welsprekendheid hem hierbij voordelen zou opleveren. Dan het nieuwsoverzicht. In Rome is vandaag de vergadering van NAVO-ministers in grote eenstemmigheid geëindigd. De NAVO bevestigde het voornemen om in Europa een kleine 600 posities in te richten voor kruisraketten of raketten voor de middellange afstand van het type Pershing. Beide wapentypen kunnen atoomladingen vervoeren. Verder toonden de ministers zich verheugd over het plan van Amerika om opnieuw met Rusland te gaan praten over wapenbeheersing. De Nederlandse minister Van der Klauw heeft er met nadruk op gelegd dat de eenstemmigheid onder de NAVO-ministers niet betekent dat Nederland niet meer de gelegenheid zou hebben om de plaatsing van de raketten op Nederlands grondgebied eventueel af te wijzen. De rente op hypotheken stijgt weer. Drie hypotheekbanken verhoogden vandaag hun tarieven met 0,3%. De rente bedraagt nu 12,6%. Verwacht wordt dat binnenkort de grote handelsbanken het voorbeeld van de hypotheekbanken zullen volgen. De rentestijging is mede een gevolg van de hogere rente in Amerika. En die was er ook de oorzaak van dat de dollar flink in waarde steeg ten opzichte van andere munteenheden. Voetbal. Ajax bereikte vanavond de eindstrijd van het toernooi om de KNVB-beker. Op eigen veld versloeg Ajax PSV met 2-1. In Eindhoven was de eerste wedstrijd in 2-2 geëindigd. De finale gaat tegen de winnaar van AZ 67 tegen de Go Ahead Eagles. Verder één inhaalwedstrijd in de eerste divisie. VVV Telstar, uitslag 1-2. Dan de weersverwachting tot morgenavond. Vannacht opklaringen en enkele mistbanken, minimumtemperatuur van ongeveer 2 graden. Morgen veel bewolking en enige tijd regen. Middagtemperatuur rond de 13 graden, een matige zuidwestenwind. En de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag zijn veranderlijk bewolkt en nu en dan een bui. Vooral in het binnenland hogere middagtemperatuur. Dit was het laatste NOS-journaal van deze dinsdag. Dames en heren, goedenavond.